Ja, goedemiddag, nu net middag iedereen. En welkom bij een nieuw webinar van Red Panda Works. En wellicht dit keer een ander gezicht van sommigen, maar ik ben vandaag de host. En dit doe ik niet alleen, dit doe ik samen met Pieter S. En ik denk dat ik het wel mag zeggen, de toekomstige LinkedIn-koning van Nederland, of wellicht is hij nu al de LinkedIn-koning. Zou je even misschien hallo willen zeggen tegen de mensen, Pieter? Ja, nee, je legt de druk nu wel hoog voor me, Daan, maar dankjewel voor je introductie. Goed zo. Ga door. Ja, geen probleem. Nou, wat ik al even zei, ik ben de host vandaag en we gaan het vandaag hebben over een onderdeel binnen LinkedIn waarvan ik denk dat het onderschat wordt, namelijk het optimaliseren van je LinkedIn-profiel. Het is wel even grappig, Pieter, want vorige week had ik eigenlijk een post hierover geplaatst dat we hier een webinar over gingen geven. En ik zag direct dat 12 mensen op mijn profiel hadden bekeken. Dus ik denk dat het zeker een actueel onderwerp is. En het is eigenlijk ook een fundament voor je hele LinkedIn-strategie. Nou, daarnaast hebben we ook wat huishoudelijke mededelingen. Heb je een aanvulling of heb je een vraag? Kan je deze gewoon stellen in de chat? En we proberen je vragen direct te beantwoorden. Sluit het niet helemaal aan op het onderwerp, komen we daar later op terug bij het einde van het webinar. Nou, het webinar duurt ongeveer 30 minuten en we proberen binnen 30 minuten ook daarin alles af te ronden. Nou, nu geef ik het woord weer aan jou, Pieter. Yes, dankjewel Daan. Dankjewel ook voor je introductie. Ik zal me voor de aanwezigen ook nog even kort introduceren. Daan, dat ben je overigens volgens mij in grote lijnen vergeten, maar ik zal je straks weer het woord geven als ik dat zelf heb gedaan. Even in het kort over mezelf. Pieter S., eigenlijk sinds 4 jaar werkzaam bij Red Panda Works. Voor mijn tijd bij Red Panda Works heel veel koud gebeld. Daar haalde ik mijn voldoening uit, maar op een moment kom ik wel er eigenlijk achter en zei ik tegen mezelf: hey Pieter, die business-to-business sales die je nu alleen maar koud aan het aanboren bent, volgens mij kan dat slimmer. En dat wilde ik ook slimmer gaan doen. En toen ben ik eigenlijk een LinkedIn-profiel gaan aanmaken en ontmoette ik Jordi. Jordi Bron is de founder van Red Panda Works. En zijn wij uiteindelijk met elkaar, Jordi en ik, de marketing- en salesstrategie, met name de salesstrategie moet ik zeggen, gaan opzetten. Ben ik wederom ook heel veel koud gaan bellen, maar wel als fundament met mijn LinkedIn-profiel. Dus ik maakte het mezelf ook eigen om eigenlijk de mensen die ik wilde gaan bellen continu op te zoeken. En ik zag ook, en dat stipt Daan ook terecht aan, ja, zodra je activiteiten gaat uitvoeren, luister goed in vorm van profielen bezoeken, zichtbaarheid creëren. En dat zullen jullie ook straks zien in de funnel die ik heb voor mijn lead-generatie aanpak via LinkedIn. Dat eigenlijk in iedere fase van die funnel, in ieder onderdeel, mensen eigenlijk iedere keer weer terugkomen op je profiel. Dus ik wil er ook voor zorgen vandaag met de aanwezigen dat jullie profiel zodanig goed staat dat het een visitekaartje is. En vooral niet vertelt over het bedrijf waar jij werkzaam bent, maar meer vertelt over wie ben jij nou als persoon? Wat is jouw achtergrond en wat roept jou op tot actie? Of wat moet iemand oproepen tot actie om uiteindelijk concreet contact met je op te nemen? Dat denk ik even in een nutshell voor mij. Mochten we ook nog niet connect zijn met elkaar op LinkedIn, voeg me alvast toe. Voeg Daan ook alvast toe. En dan geef ik ook graag nog even het woord aan Daan om zich voor te stellen. Yes, top Pieter. Nou, je was al lekker op dreef. Ik wilde je eigenlijk bijna niet storen. Maar nog even kort over mezelf. Nou, eigenlijk van jongs af aan was ik al bezig met commercie. Was ik mijn eigen ondernemingen aan het ontplooien. En zodoende ben ik eigenlijk ook terechtgekomen bij Red Panda. En mag ik dit voor andere klanten doen? Dus ik geef advies op strategisch niveau op het gebied van marketing en sales. En 3 dagen daarnaast ben ik actief bij een klant waar ik eigenlijk allerlei outbound-tactieken doe of inregel. Maar ook kijk, markt aan het valideren ben op dit moment. Nou, dat even kort over mezelf. Volgens mij kan je hier weer de draad verder oppakken, Pieter. Ja, heel goed. Leuk ook. En wat ook misschien ook wel leuk is te vertellen, om juist die specifieke ervaring die jij nu opdoet bij een klant van ons. Jij betrok mij er vorige week ook bij, omdat jullie expliciet ook LinkedIn daar gaan inzetten als lead-generatiemiddel. Van Pieter, we moeten die profielen optimaliseren. Hoe gaan we dat doen? Nou, laat het nu net zo zijn dat ik die handvatten dus praktisch ook aan jullie vandaag ga meegeven. Maar zoals ik ook al zei, ik neem jullie eerst hoog over mee in een concrete funnel. Hoe pak ik dat nou aan? En uiteindelijk ook voor jou als kijker van dit webinar, hoe kun je uiteindelijk de componenten van je profiel, de belangrijkste componenten, en om ze dan ook maar even alvast te benoemen, zoals je bijvoorbeeld je kopregel, je infostuk, je ervaringen en nog meer uiteindelijk invullen. Maar laten we eerst beginnen uiteindelijk met een poll. Namelijk de vraag: hoe vaak optimaliseer jij jouw LinkedIn-profiel? Daan, activeer die, want ik ben ook heel erg benieuwd wat daarop binnenkomt.
Hij is geactiveerd, Pieter. Als ik het op mezelf mag betrekken, doe ik het enkel op het moment dat ik van baan wissel. Of dat ik denk van, hé, ik ben op zoek naar een nieuwe baan. Volgens mij moet ik hem een beetje fine-tunen. En als ik bijvoorbeeld een heel vet project bij een werkgever heb afgerond, dan kan je dat ook toevoegen op je LinkedIn-profiel bij projecten. En dan, dat zijn de enige momenten dat ik me ermee bezig hou. Nou, dus nu zie ik ook de reacties op de poll. Nou, ongeveer 12% zegt nooit. Eén keer per jaar zegt ongeveer 31%. Twee keer per jaar 23%. En vaker 27%. Dus het is eigenlijk best wel mooi verdeeld. En de conclusie hieruit is dat mensen mensen ermee bezig zijn door het jaar heen. Ja, leuk. En laten we ook vooral doorpakken. Want ik ben ook vooral benieuwd als we straks dit webinar hebben gehad. Daar hebben we geen poll voor. Maar laat het vooral aan ons weten of jij componenten in jouw profiel hebt aangepast. Ik ga deze even groter maken. Ik verdwijn nu zelf uit beeld. Maar dit is hoog over vanuit bewustzijn, overweging, activatie, de marketing funnel, hoe ik mijn activiteiten op LinkedIn heb ingericht. Namelijk, de top of the funnel gaat met name om het creëren van zichtbaarheid. Denk daarbij aan een consistente postingstrategie waarbij ik uiteindelijk post deel in vorm van storytelling, het vertellen van verhalen op basis van de ervaringen die ik terughoor bij klanten, het versturen van connectieverzoeken en ook met name reageren op bijdragen in mijn tijdlijn waarvan ik denk, hé, daar heb ik wat zinnigs over te vertellen. En met name door die drie componenten die ik zojuist heb opgenoemd, zie ik ook wanneer ik dit, hoe vaker ik dit doe, des te meer profielbezoekers ik krijg. Nou ja, goed, heb ik het weer over het profiel. Met funnel gaat het met name om uiteindelijk ervoor zorgen dat we die partijen, de mensen die ons volgen, ook converteren. Het midden dus van de funnel. En de onderkant van de funnel via LinkedIn is met name gepersonaliseerde videoboodschappen versturen en ervoor zorgen dat we het gesprek dus kunnen aangaan. Al met al, wat ik nu nog aan jullie wil meegeven, is dat eigenlijk in iedere fase van deze funnel, want ik weet zeker dat als ik straks op mijn LinkedIn profiel kijk naar aanleiding van dit webinar, er wederom mensen op mijn profiel hebben gekeken. Kortom, dat komt iedere keer terug. En dan wil ik ook wel weten van de aanwezigen, zijn jouw LinkedIn activiteiten erop gericht om leads te genereren? Nou, de mensen zijn nu aan het stemmen. Zal ik het op mezelf betrekken? Bij mij is het niet echt zo. Wel, het bericht versturen via LinkedIn naar bepaalde prospects. Daar ben ik wel echt bezig met het genereren van leads. Maar middels posten probeer ik een bepaalde awareness te creëren. Nou, ik ben nog lang niet zo ver als jij, Pieter. Maar dat probeer ik de komend half jaar wel verder op te pakken. Ja, want ik zie dat de meerderheid ook mee eigenlijk aangeeft van, nou, eigenlijk niet. Hè? Dus mijn activiteiten zijn er niet op gericht om leads te genereren. Laat ik vooropstellen, kijk, uiteindelijk is wat ik nu ga meenemen, ook aan de hand van praktische voorbeelden, is wel als einddoel met name voor leadgeneratie bedoeld. Maar dat neemt niet weg dat ik met name zie vandaag de dag, en pak ook vooral alvast in een nieuw tabblad jouw LinkedIn-profiel erbij, dat het LinkedIn-profiel met name vandaag de dag, de gemiddelde LinkedIn-profielen, met name gaan over waar die personen werkzaam zijn. Ze praten voornamelijk over de bedrijven, wat die bedrijven in de essentie doen. Maar dan zeg ik, nee, dat is niet de juiste weg, want jouw LinkedIn-profiel, dat moet meer vertellen over jou zelf als persoon. We kennen namelijk allemaal wel de uitspraak, mensen kopen van mensen. En dat is ook zo. Want als ik aan jullie vraag, wie is de oprichter van Tesla? Dan zeggen jullie allemaal Elon Musk. En als ik vraag, wie is dat van Volvo? Dan zegt Daan Smal, weet je dat of niet? Nee, dat weet ik niet. Nee, nou ja, goed. Dat is dus de kracht van het menselijke aspect. Die need to have voor je LinkedIn profiel heb ik hier ook even kort opgezond. Je kopregel, je infostuk, je ervaringen, je achtergrondfoto, aanbevelingen, je eigen link en je profieltaal. Ik ga jullie nu stap voor stap meenemen aan de hand dus van praktische voorbeelden. Hoe raad ik dit aan om uiteindelijk in te richten? En als we dan gelijk even kijken naar mijn eigen kopregel, valt het op dat ik daar aanstip op de sales podcast. We zien nu namelijk dat die sales podcast steeds vaker terugkomen tijdens onze salesgesprekken, dat ze daarnaar hebben geluisterd. En ik ook eigenlijk heel transparant gezegd daarmee een soort van autoriteit proberen uit te stralen. Hey, Pieter Rest, die heeft een eigen podcast. Dus die zal het wel weten. Ik laat dus niet terugkomen in mijn kopregel wat in essentie mijn functie is bij Red Panda Works. Ik vertel wel Scaling Red Panda Works. Maar ik zeg bijvoorbeeld niet Account Executive bij Red Panda Works.
om de reden dat ik gewoon meer wil vertellen en uiteindelijk ook weet dat je kopregel continu zichtbaar is wanneer je zichtbaarheid creëert via LinkedIn. Ik heb hier een experiment voor uitgevoerd en die is het waard om te delen. Wanneer ik benoem in mijn kopregel dat ik mij bezighoud met sales, zie ik dat mijn acceptatieratio van uiteindelijk 30% minder is. Vertelt jouw kopregel uiteindelijk wat jouw functie in de essentie is? Dus daarmee bedoel ik dat je puur benoemt, ik ben bijvoorbeeld sollicitant of een sollicitant, account executive dus bij Red Panda Works. Pas dat aan. Vertel wat meer voor de mensen die uiteindelijk jouw profiel bekijken. En zoals ik Daan ook heb geadviseerd, benoem een aantal vakgebieden en een aantal expertises. Daan, ik wil jou ook de vraag stellen, wat doe jij wanneer jij een connectieverzoek krijgt van iemand die jij niet kent en wel in zijn sales, in zijn kopregel vermeldt dat hij zich bezighoudt met sales? Ja, dat is een leuke vraag. Eigenlijk zal direct mijn aanname zijn, hij wil iets aan mij verkopen. Ja. En dat is ook de reden. Kijk, ik ben ook verantwoordelijk voor een stukje business development bij Red Panda. Niet fulltime, maar ik had het in instantie ook in mijn titel staan. Ik heb dit aangepast naar Growth Hacker. Omdat ik ook denk, bij gemeenschappelijke overeenkomsten voelen mensen ook eerder geneigd om te accepteren. Nou, ik richt me op marketing managers, marketeers. Dus daarin verwacht ik ook dat daar de acceptatierate ook een stuk hoger ligt. Ja, ja, heel goed. Ja, dank ook voor je extra toelichting. Ik ga het ook weer even wat groter maken, want dit is Daan zijn infostuk. En lees het ook vooral. Pak eventueel Daan zijn infostuk erbij. Want wat je hierin terugziet, is dat Daan hier eigenlijk een persoonlijk verhaal van zichzelf vertelt, waar hij ervaring in heeft opgedaan. En dat hij, wat ik zeg, daar eigenlijk een persoonlijk verhaal van heeft gemaakt. Ga naar je infostuk op jouw profiel. En als die nu vertelt wat het bedrijf doet waar je werkzaam bent, of dat je dat daar hebt verwoord, haal het alsjeblieft weg. Want ik weet zeker dat de kijkers van dit webinar hebben allemaal een verhaal. Die hebben allemaal een achtergrond. En je wilt toch juist dat de mensen die jouw profiel bezoeken meer over jou als persoon komen te weten. Ja. Volgens mij niet langer de discussie, dus maak daar een persoonlijk verhaal van. En ik heb daar ook al een aantal praktische tips voor. Vragen die ik ook gewoon nu aan jullie zou kunnen stellen. Wat is jouw achtergrond? Waar heb je ervaring in opgedaan? Noteer dit. In welke vakgebieden ben je actief? En wat is je oproep tot actie? Daan, dit hebben wij samen met elkaar aangepast. En als we dan ook weer even teruggaan naar jouw infostuk. En misschien jij ook wat kan vertellen over jouw achtergrond wat concreter. Hoe dit uiteindelijk is ontstaan en hoe dit nu staat. Nou, dan moeten we eigenlijk terug naar het begin van het webinar. Mensen kopen van mensen. En vorige week is dat me nog duidelijker geworden. Want we hadden een klant, mochten we verwelkomen bij Red Panda. Toen heb ik vervolgens nagebeld voor een stukje evaluatie. Hè? Waarom hebben jullie nou voor ons gekozen? Dat was een stukje vertrouwen, maar ook persoonlijke touch. Toen dacht ik, dit wil ik eigenlijk ook heel graag terug laten komen op mijn profiel. Want volgens mij staat het een stuk beter dan dat ik het heb over het bedrijf, hoe het eerst stond. Nou, naar aanleiding van jouw tips ben ik nagegaan. Hè, wat zou de doelgroep interessant vinden om over mij te lezen? En wat vind ik zelf leuk om neer te zetten? Dus heb ik mijn ervaringen erin verwerkt. En ook benoemd, eigenlijk hoofdzakelijk de activiteiten benoemd die ik heb ontplooid op het gebied van marketing en sales daarin. Ja, heel sterk. Goede toelichting ook wat dat betreft. Als we dan ook stilstaan bij jouw ervaringen. En ook bij de ervaringen van de mensen, van de kijkers van dit webinar. Ik zie dus wel zo eens bij 95% van de LinkedIn-gebruikers uiteindelijk in hun ervaringen terugkomen. Wat het bedrijf doet van waar deze persoon uiteindelijk werkzaam is of werkzaam is geweest. We hebben natuurlijk gewoon een onderscheid op LinkedIn tussen een bedrijfspagina en een persoonlijk profiel. De bedrijfspagina heeft als doel om te vertellen, als daar iemand naar kijkt, hey, wat doet het bedrijf? Maar als jij nu je infostuk, of ik moet zeggen je ervaringen erbij pakt, en je hebt daar vervolgens verwoord wat het bedrijf in essentie doet, wat de kern is van het bedrijf waar je werkzaam bent of bent geweest, pas het aan. Vertel bijvoorbeeld zoals Daan dat heeft ingericht wat je verantwoordelijkheden zijn of zijn geweest. Zo kun je 1, autoriteit uitstralen. Je laat zien dat je verantwoordelijk bent voor bepaalde zaken, wat je in de essentie doet bij je job. En daar misschien ook gemene delers op zoeken met jouw doelgroep. Zoals Daan in dit bijvoorbeeld, voorbeeld ook aangeeft, het organiseren en opzetten van webinars. Marketeers zijn onze doelgroep
En daarmee stip je dus eigenlijk aan ook op een gemene delen, want dat is ook wat bijvoorbeeld marketeers vaak doen. Kortom, laat daar dus eigenlijk die gemene delers en ja, relevante werkzaamheden in terugkomen. Ik zou, en daar hadden Daan en ik hier vooraf aan ook wel een discussie met elkaar over, ik zie LinkedIn of je LinkedIn profiel wat dat betreft, expliciet voor de componenten die je kunt inrichten, zie ik het als een goed geschreven cv. Namelijk, je benoemt alleen voor jou de relevante functies. Idealiter vermijd je dus het woord sales en verwoord je op een andere manier dat je daarmee bezig bent. En de omschrijving gaat bij je werkervaringen dus vooral over jouw werkzaamheden en jouw verantwoordelijkheden. Daan, als ik dat nu zo expliciet aan jou vraag en hoe je dat eerst had staan, wat is dan nu concreet het verschil, denk jij, in de basis? In de basis is dat ik het meer afstem op de doelgroep die op mijn profiel kijkt. Op de mensen die ik ook graag op mijn profiel zou willen hebben. En dat ik veel meer vanuit mezelf praat dan vanuit Red Panda, mijn huidige werkgever. Ja. Dan hebben we het ook natuurlijk nog, kunnen we het natuurlijk ook nog hebben over je achtergrondfoto. We gaan het straks ook nog hebben over je eigen link. Maar probeer middels je achtergrondfoto, want we kennen denk ik ook allemaal wel de achtergrondfoto van LinkedIn. Het lichtblauwe standaard achtergrondfotovorm. Pas dat aan. In dit geval heb ik een persoonlijke foto van mezelf dat ik spreek voor een groep. En dit, ja, ik denk ook wel dat dit indirect natuurlijk gewoon autoriteit uitstraalt. Open nu bijvoorbeeld even oude foto's. Misschien heb jij een foto dat je staat te spreken voor een groep. Dat je misschien in contact bent met een medewerker. En ik zou zeggen, voeg dat uiteindelijk toe aan je achtergrondfoto. Ja, en het kan natuurlijk zijn dat je nu zegt, hé, maar Pieter, ik denk dat ik daar geen geschikte foto voor heb. Of ik vind dat niet passen op LinkedIn. Ik heb uiteindelijk nu een template vooraf aan dit webinar even vormgegeven. Die je ook zou kunnen gebruiken. Dit heb ik in Google Docs even opgezet. Dat zien jullie ook. Betere X nodig. Dus eigenlijk je propositie. Vervolgens je pitch. En eigenlijk je call to action. Ik heb daar ook even een call to action voor. Die gaat Daan ook activeren. Jullie kunnen deze QR-code ook eventueel scannen. Als jullie daarop klikken, komen jullie in deze omgeving. Kun je op basis van de huisstijl, branding van je eigen bedrijf, kun je dit vormgeven. En kun je daar dus ook eventueel je achtergrondfoto op die manier mee inrichten. Daan, jij hebt op dit moment nog de banner van Red Panda Works. 10 juni is ons live event natuurlijk aanstaande. En jij zei ook al wel van Pieter, ik wil dan eigenlijk dat iemand een foto van mij gaat maken. Zodat ik die kan toevoegen aan mijn LinkedIn profiel, toch? Aan je achtergrondfoto. Ja, dat denk ik wel, ja, inderdaad. Ik heb op dit moment nog niet gewoon geen goede foto voor op de achtergrond. Ik heb nu ook van Red Panda. Ik heb nu een banner van Red Panda, maar we pretenderen nu juist, het moet meer over jezelf gaan. Dus ik moet een betere foto eigenlijk daarvoor, betere banner daarvoor hebben. Ja, ik hoop dat ik die eerdaags heb. Misschien wel tijdens het live event, inderdaad. Ja, mooi. Open en transparant voordat we zo'n webinar geven. Ja, behandel ik ook dit webinar gewoon even intern. Van joh, wat vinden jullie ervan? Staan jullie er zo achter? En ook op basis van de LinkedIn trainingen die ik heb gegeven. En ook op dit moment geef. Probeer ik altijd wel te achterhalen. Wat hebben we nou expliciet nog behandeld? Of wat werd er gevraagd? En ik heb het ook al in mijn LinkedIn trainingen vaker gehad over het belang van aanbevelingen. En dit besprak ik ook nog even met Jordi Bron vooraf aan het webinar. En eigenlijk zeiden we tegen elkaar. En Daan ook. Daan kan dat ook straks wel even bevestigen. Ja, weet je, eigenlijk aanbevelingen, ik lees ze niet wanneer ik een profielbezoek met iemand een gesprek moet gaan voeren. Ik kan me voorstellen dat als jij een ZZP'er bent of net bent begonnen als ondernemer, dat je best wel eigenlijk wilt aanwakkeren dat mensen een aanbeveling hebben achtergelaten op jouw LinkedIn profiel. Maar wat ik aangeef, en is natuurlijk één, maar uiteindelijk op basis van Daan en Jordi, eigenlijk kijken wij er zelden naar om in te zien, ja, wat zegt nou eigenlijk iemand over een bepaald persoon? Misschien dat er mensen zijn nu via de chat dat die wel zeggen van, joh, ik lees dat wel of ik kijk er wel naar. Weet je, als je mensen hebt in jouw netwerk waar je wel even aan kunt vragen van, laat even een aanbeveling achter. Een aantal staan natuurlijk wel gewoon netjes. Daan, ik weet ook nog goed dat jij begon bij Red Panda Works. Dat je zei van, Pieter, volgens mij kun jij even een aanbeveling over mij schrijven. Van waar die beredenering? En maak jij er wel dus actief gebruik van? Nou, Miranda schrijft ook voor ondernemers wel belangrijk.
ik zie het belang van aanbevelingen wel in. Het is ook afhankelijk op welk profiel. Maar heel eerlijk, het straalt wel vertrouwen uit. Zo vragen sommige klanten bij ons referenties. Ja, dit zijn eigenlijk jouw referenties als persoon. Staan daar interessante mensen tussen die iets over je hebben geschreven? Ja, straalt dat daarin ook wel vertrouwen uit? En zodoende heb ik dat ook aan jou gevraagd. Van, nee, ik zou graag een aanbeveling willen. Ik kom vanuit een andere markt, wel marketing en sales, maar in een andere sector. Hè, zou jij iets over mij willen schrijven, zodat dat ook wel iets meer kracht bijbrengt? Ja. Dus dat was de reden. Ja, goeie. Leuk. Leuk dat je dit ook nog even zo weet te verwoorden. Misschien dat een aantal van jullie al zeggen, hey, je URL-link, ken je die? Ja, ik zei het al even, open je tabblad, ga even naar je LinkedIn-profiel. Kijk nu even in de zoekbalk wat er staat bij jouw LinkedIn-profiel, bij jouw link. Want het kan namelijk zijn dat daar wat cijfers staan en gekke tekens. En dat kun je aanpassen. En het schijnt ook dat je daarmee beter gevonden wordt. Ik heb geen data die dit ondersteunt, maar ik heb dat wel ergens gelezen. En het staat ook wel een beetje knullig als iemand jouw LinkedIn-profiel doorstuurt. En er staan vervolgens heel veel cijfers. Hoe pas je dat aan? Dat kan ook weer bij je profiel door je openbare profiel en URL te bewerken. Als je daarop gaat staan, kom je eigenlijk in de omgeving waar je dit vervolgens heel makkelijk kunt aanpassen. Daan, jij hebt al wel enige tijd dat je jouw profiel op een andere manier had, of tenminste met deze link zo had staan, toch? Nee, ik heb het eigenlijk altijd al op Daan Swan staan. Oké, ja, goed om te weten. Profiel toevoegen, ja, profiel toevoegen in een andere taal. Ik gaf onlangs een LinkedIn training en daar werd eigenlijk in benoemd, joh Pieter, wij spreken wel eens met onze prospects in het Engels. Of we spreken ook wel gewoon eens in het Nederlands. Kortom, we zijn ook wel internationaal georiënteerd. Hoe moet ik nou uiteindelijk via LinkedIn gaan communiceren? Hoe regel ik dat met mijn profiel? En LinkedIn biedt daar ook wel een optie voor aan. Namelijk dat jij je profiel kunt toevoegen in een andere taal. En dit vertaalt hij niet automatisch voor jou. Maar ik raad wel aan, als jij wel eens Engels praat en ook wel eens Nederlands gedurende jouw meetings, voeg dan wel even jouw profiel toe in het Engels. Want dan hebben mensen wel de optie om het in elk geval te begrijpen. En als we gelijk aanstippen op bijvoorbeeld de zichtbaarheid creëren in vorm van posten, in vorm van het Engels of in het Nederlands. Test daar bijvoorbeeld eens gewoon 2 maanden mee. Dat je bijvoorbeeld 1 maand in het Engels communiceert en je profileert. En 1 maand vervolgens in het Nederlands. En kijk dan vervolgens wat dat doet met jouw metrics, met jouw interacties. En zo kun je ook bepalen welke taal ga ik uiteindelijk gebruiken om uiteindelijk naar buiten te brengen. Om te gebruiken. Ik zie ook dat Harry DeepL noemt, als ik dat zo goed uitspreek in de chat. Ik ken deze tool ook. Inderdaad, dit werkt supergoed. Goede vertalingen. Dus ook een aanrader om daarnaar te kijken. Is overigens ook gratis, deze tool. Hey Piet, even terug naar de vorige slide. Ik heb er even een vraag over. Want hoe werkt dat dan? Op het moment dat iemand zijn profiel, taal standaard heeft ingesteld op Engels, gaat hij dan over naar het Engelse profiel van die persoon? Ja, dat is een hele goede vraag. Wat je eigenlijk hebt, als jij je profiel toevoegt in een andere taal, dan ga ik even daar met mijn muis staan. En jij ziet mijn muis niet, maar goed, daar hebben we niet zoveel aan. Laat ik zeggen dat er ongeveer zo rechts onder Red Panda Works komt te staan English. Dus daar kun je op klikken. Ah, oké. Okay. Zodra je klikt op English, krijg je dus mijn Engelse profiel te zien. Helder. In het kort zie je uiteindelijk hier to-do, profiel optimaliseren. Begin bij jouw bij je kopregel. Bekijk dus nog eens aandachtig. Heb ik daar plat nu mijn functietitel vermeld? Of staat daar al wat meer wat misschien autoriteit en vertrouwen kan wekken voor iemand die jou tegenkomt in zijn tijdlijn of naar aanleiding van bijvoorbeeld een post, welke vorm van zichtbaarheid je ook hebt gecreëerd? In het kort jouw infostuk. Je wil gewoon mensen meenemen in jouw persoonlijke verhaal. Iedereen heeft een verhaal. Zet het op papier, deel dit met wat mensen in jouw omgeving en vraag aan hen van joh, vind je dit inderdaad passend op LinkedIn? In je ervaringen laat je dus terugkomen, wat zijn jouw verantwoordelijkheden en wat zijn die geweest? En tot slot je achtergrondfoto en je eigen link en je profieltaal, dat spreekt voor zich, die je uiteindelijk op die manier ook kunt aanpassen. Ik heb een gratis nieuwsbrief en dit wat we hier met elkaar nu hebben behandeld en aan het behandelen zijn, is natuurlijk één component, één fundament uiteindelijk voor je aanpak via LinkedIn. En dit behandel ik in een gratis nieuwsbrief via LinkedIn. Daan, als jij die call to action ook even kunt activeren.
Die staat al. Ja, die call to action heb ik net toegevoegd. En het moet niet overkomen als een promotiepraatje, maar het is gratis. En je deelt daar eigenlijk hele mooie inzichten. Je deelt gewoon mooie inzichten middels deze nieuwsbrief. Dus ik denk dat het voor iedereen wel relevant is die hierbij aanwezig is om te abonneren. Ja, wat ook misschien wel leuk is om te vertellen, er staat ook een nieuwe nieuwsbrief klaar over het zichtbaarheid creëren via LinkedIn, waar je rekening mee moet houden met het algoritme. Ik deel die volgende week dinsdag, want vrijdagmiddag is altijd wat een mindere tijd om nog te gaan posten. Mensen kijken dan vaak niet meer op LinkedIn. Dus aanstaande dinsdag volgt er weer een nieuwe nieuwsbrief. En in die eerste reeks nieuwsbrieven, artikelen, heb ik het gehad over het goed neerzetten van je LinkedIn profiel. Eigenlijk in de essentie wat wij hier hebben verteld. Dus mocht je nog eens willen terugvallen op mijn verhaal. En je kunt er terugkijken of je kunt ook nog wat nieuwsbrieven uiteindelijk gaan lezen. Dit allemaal wat ik hier behandel. Is ook wat ik uiteindelijk tot dusver voor verschillende vakprofessionals, marketeers en sales in mijn LinkedIn trainingen heb behandeld. In de essentie gaat het daar om uiteindelijk jouw lead generatie aanpak via LinkedIn inrichten, best practices op basis van wat we zien bij klanten, maar ook hoe ik het aanpak. En als ik dan even in marketingtermen mag praten, dat is voornamelijk vanuit demand generation. Demand generation gaat met name om vraag creëren in plaats van vraag komen halen. Meer pool dus in plaats van push strategieën. En dit is wat ik in verschillende modules in LinkedIn trainingen heb vormgegeven. Nou, mocht jij zeggen van Pieter, ik wil eens een keer weten hoe die LinkedIn trainingen eruit zien. Of dat je gewoon eens een keer met mij meekijkt hoe wij het op dit moment aanpakken. En dat jij al misschien zaken ziet. Hey, zo kunnen we het eventueel aanpassen. Ik denk wat dat betreft heel graag gewoon eens met je mee, met jullie mee. Om gewoon eens te kijken van joh, hoe kan het eventueel beter? Dan nog één keer, ook een call to action. Vrijdag 10 juni, moet wel zeggen met de kijkers nu van dit event. Ik ben benieuwd of er nog plek is, want ik zag aan voorhand dat we dit webinar gingen organiseren. Dat 95% van dit live event al is uitverkocht. Ik geloof dat we nog 11 tickets over hebben. We hebben tot dusver 130 tickets verkocht voor ons aanstaand live event. Het B2B marketing en sales event. Hier ga ik wel praten over de aanpak voor lead generatie via LinkedIn. Niet over het optimaliseren van je LinkedIn-profiel. Maar dat is wat vrijdag 10 juni aanstaande staat. Op de planning staat. Verwacht daar met name marketeers, sales, mensen met een achtergrond in de B2B-wereld. En ook bij deze, jullie zijn er persoonlijk uitgenodigd. Daan, wil je nog wat toevoegen op dit promopraatje? Op dit promopraatje niet, maar wel op de inhoud. Sowieso, het live-event is ontzettend leuk om bij aanwezig te zijn. Het is ook gratis een toevoeging daarop. Er komen veel marketing- en salesmanagers uit de B2B-industrie, hoofdzakelijk IT en SaaS. Dus het zou ook goed kunnen zijn voor jullie netwerk om daarna gewoon lekker een borreltje met hen te drinken, boven bij ons, bij het restaurant. Maar even op de inhoud, er zullen ook veel ondernemers aanwezig zijn bij dit webinar, maar ook marketingmanagers. En je zou je eigen profiel kunnen optimaliseren, maar het is ook verstandig om dit breed uit te verspreiden binnen de organisatie. Nou, hoe kan je dat het beste doen? Stel een vragenlijst samen waar zij gewoon antwoord op kunnen geven met een stukje informatie en waar moeten ze over gaan schrijven. Jij als marketeer of een copywriter kan het optimaliseren, stuur het terug en zij kunnen dit vervolgens uploaden. En dan heb je gewoon binnen de hele organisatie het allemaal strak staan. Ja, heel goed. Ik zie dat wij dit in een half uur hebben gedaan, samen. Ik vond het ook superleuk om met elkaar te doen. Ik hoop ook dat de kijkers dit als waardevol hebben ervaren. En ik zie nog wel even een vraag binnenkomen die ik wel nog wil behandelen. En dat schiet er nu even bij in. Namelijk van Erwin Doest. Die geeft aan. Onder jouw kopregel CX, hashtag sales, hashtag business en hashtag marketing staan. Waar doe je dat en waar is dit handig in? Erwin, dit gaat om de creator modus via LinkedIn. Je kunt nu uiteindelijk via LinkedIn kun je de creator modus instellen. En dat gaat er in de essentie eigenlijk om. Dat je met bepaalde tags en vormgeving uiteindelijk pretendeert en aangeeft van joh, ik ben een thought leader of een expert op het vlak van. Nou, daar kun je onder andere ook mee dus uiteindelijk jouw hashtags vormgeven, waarbij je ook uiteindelijk kunt inrichten op basis van de hashtags die voor jou natuurlijk relevant zijn en die jouw voorkeur daarvoor hebben. Voordeel daarvan is, zeggen ze, heb ik geen data van, dat je ook weer beter gevonden wordt. En ik moet ook wel eerlijk zeggen, ik denk ook wel om deze reden dat je het vraagt, staat ook wel leuk. Staat ziet er ook gewoon goed uit.
En het geeft ook wel gelijk aan waar heb je het over. Want er staat natuurlijk heeft het over, hashtag. En vervolgens de hashtags die je daarvoor hebt benoemd. Dat denk ik als afsluiter. Ik hoop ook, wat ik zeg, dat jullie het als waardevol hebben ervaren. Voor de kijkers die erbij waren. Maak er een mooi weekend van. En we zien elkaar hopelijk weer snel. Yes, goed weekend. En hopelijk tot het live event. Nog 10 tickets over, dus wees snel als je erbij aanwezig wil zijn.